naar Dorian. Kostić. Burnett. Maar Dorian mist. Schiet met zijn linker tegen zijn rechterbeen aan. Kostić. Promes en Ebesilio. Maar Twente verdedigt slecht uit. Thierry, daar komt de jonge Hatenboer. Koppers mist, Hatenboer. Is dit een kans? Dit is een kans. En dit is een doelpunt of niet? Hij zit. Het is 1-0 voor FC Groningen. De assistent scheidsrechter stond op de achterlijn en wordt bedankt door Danny Makkely. Eerst die goede actie hier van Hatenboer en de slechte van Koppers. Dan komt Marsman eruit. Dan is daar de kopstoot van Adorian. En dan probeert de Bjelland nog wel te redden. Maar dat helpt niet. Dus de goal komt op naam van Adorian. Mokhtar. Gutierrez. En dat scheelt heel weinig. Rosales gaat weer. Burnett zit er bovenop en schept zijn tegenstander. Voordeel Twente. Dat is een mogelijkheid met Tadić. En nu Promes. Koppers. Oh, veel te slap ingeschoten. Mokhtar toch. Daar zat veel meer in. Dit was een typische FC Twente aanval. Mooi, kort, drie hoekjes. Mokhtar. Verslikt zich in Hatenboer. Die jonge Hatenboer, Thierry. Kostić. Adorian. Kostić dan maar weer. Oh, bijna een eigen goal. Hatenboer dan. Oh, die jonge rechtsback, dat zou wat geweest zijn. Castanjos, afgejaagd door Kappelhof. Kostić met een mogelijke uitbraak. De Leeuw kiest positie. Kostić gaat zelf. Daar is de Leeuw! Hoho! Keiharde bal. Ja, die hoef je dan maar met geluk een beetje te raken. Maar het geluk had de Leeuw niet. Kostić, daar is de Leeuw weer! De Leeuw toch! Je kan ze goed koppen. Tadić. En daar is de kans voor Mokhtar. Kreeg in de eerste helft ook al een goede kans. Castanjos, goede aanname. Dit is ook goed, Tadić. Dit is ook goed. En dit is ook goed. En dan moet hij nu zitten. En dan zit hij weer niet, Mokhtar. Dat zijn een paar goede kansen. En dit was een hele goede. Promes. Dat is goed hoor, die bal. Maar daar staat weer Botekin. Wat speelt hij ijzersterk. En dan de lange bal op Sivkovic. Daarvoor is hij in de ploeg gekomen. Ja, dat is een overtreding van Marsman. En wat gaat dat worden? Of is het geen overtreding? Oeh, Makkely vindt van niet. Makkely vindt van niet, maar het lijkt mij van wel. En Marsman. Ja, die raakt hem inderdaad niet. Dat is dus goed gezien door Makkely. Wel uit balans, Sivkovic, maar heel goed gezien van de arbitrage. Complimenten. Tadić gokt voortdurend op dat ene momentje. Dit is de uitbraak met Kostić. Maar die komt niet voorbij. Ja, die komt toch voorbij Martina. En die komt ook voorbij Ebesilio. Kostić, leg hem nu goed neer. En is het 2-0. Nee. Thierry, jongen. En zo krijgt Groningen toch kansen. Oh, oh, oh. Wat een prachtige actie van Kostić was dat. Ebesilio. Castanjos. Is hij daar? Daar is hij. Jawel. Het is Tadić zelf. De 1-1.
Het is ook verdiend op basis van de veldmeerderheid. Maar Groningen heeft hele goede kansen gehad. Dit is goed wat Castaños doet. En daar is Tadić. Tegen zijn oude club dus. Tegen FC Groningen scoort hij namens FC Twente. Koppers in de problemen daar. Hiarie. Sivkovic, wat een kans! Jongen! Oh! Wat krijgt Groningen toch kansen? Terwijl het zwaar onder druk staat. En zo weet Marco Bizot nog een paar extra seconden te pakken. Viert de Euroborg de 1-1 als een overwinning. En Danny Makkely besluit tot het einde van deze wedstrijd tussen FC Groningen en FC Twente vooraf. Was FC Twente de grote favoriet, maar het keek lang tegen een 1-0 achterstand aan. 1-1 dus de eindstand.